Ja. Ik ben Lisette Schipper. Ik ben gezinsvoogd bij de Raad van de Kinderbescherming. Zoals jullie weten heeft de rechter een ondertoezichtstelling uitgesproken. Weten jullie wat dat betekent? Ik begrijp niet helemaal wat dat betekent. Nee. Nee, dat snap ik. Ondertoezichtstelling, dat betekent zeg maar dat er... Stel dus voor een jaar is het uitgesproken. Komt er een gezinsvoogd, dus dat ben ik. En ik hou de boel goed in de gaten bij jullie. Hij is ingesteld omdat Boy heel erg ernstig bedreigd wordt. Zijn veiligheid wordt bedreigd en de ontwikkeling die lijkt daar ook onder. En ja, daar bedoel ik dus eigenlijk mee dat hij heel erg achterloopt in zijn taalontwikkeling. Dat staat in het rapport die wij binnen hebben gekregen. Er staat ook in dat er een hele heftige thuissituatie is bij jullie. Veel ruzies tussen jullie, geschreeuwen, het gaat zelfs tot klappen. En er zijn ook driftbuien bij Boy. Boy wordt heel erg driftig. En dan gaat hij ook met spullen gooien en hij gaat ook jullie slaan en zichzelf slaan. Dus er moet wel naar gekeken worden van hoe we dat kunnen veranderen. Ja. Want het is een hele onveilige situatie voor hem. De ondertoezichtstelling staat ook op het naam van het kind, dus we beschermen echt alleen het kind. En mijn taak eigenlijk is dat ik Boy heel goed in de gaten ga houden. Dat ik ga kijken van hoe wordt hij verzorgd ook bij jullie. Hè? Met eten, drinken, schone kleding. En, maar ook vooral dingen die nu op dit moment misgaan. Dus dat hij ruzies, dat hij daar geen last meer van zal hebben. En dat we gaan kijken naar de driftbuien. Dus je gaat een beetje beschermen vragen. Ik ga... Nou, niet voor mij, voor jou. Nee, jij hebt zo'n lomp. Nou, ik heb het net ook verteld, maar ik zal het nog even herhalen. Het is echt voor het kind. Dus ik bescherm echt het kind. Ik ga kijken van wat heeft Boy op dit moment nodig. En wat is goed voor hem. En ja, op die manier gaan we keuzes maken. Ja. Ja? Is dat een beetje duidelijk? Ja. Oké. Ik zou heel graag willen weten hoe jullie hier tegenaan kijken. Frank, hoe ervaar jij de situatie op dit moment thuis? Ja, nou, voor mijn gevoel ging het wel een beetje goed toen ik met Harold Boy had. En nou, wie is Harold? Sorry? Mijn broer. Je broer is Harold, oké. Okay. Ja. En als ik het goed begrijp, was hij ook heel erg betrokken bij de opvoeding? Ja, dat klopt. Die deed ook koken en zo. En die was heel goed met Boy. En sinds hij eigenlijk terug is, gaat alles. Nou, dankzij die broer, leuke broer van jou zitten we hier hoor. Nee. Ja, maar als ik het goed begrijp, ben jij een tijdje weg geweest? Of hoe zit dat? Je bent een tijdje weg geweest. En nu ben je weer teruggekomen. Ja. Ja, en hoe is het zo gekomen dat je weer terug bent gekomen in het gezin? Nou ja, ik wil gewoon graag van een kind zijn en ik ben wel zijn moeder. Ja, dus ja dat snap ik. Nu ben ik wel heel blij dat ik ben teruggekomen, want met zo eentje, dat ik weet niet verwacht dat het kind fatsoenlijk wordt opgevoed. Nou ja, het ging altijd goed hoor. Nou ja, zoals je natuurlijk weet heeft Frank wel een beperking en daar komt natuurlijk wel bij kijken dat hij sommige dingen moeilijk vindt, dat hij daar ook extra hulp bij nodig heeft. En dat is ook wel iets waar hij niets aan kan doen, zeg maar. Hij doet wel zijn best, maar hij zal wel extra hulp nodig hebben, inderdaad. Ja. Nu is Harold gewoon. Nou, dankzij Harold zit weer. Ja. Ja, want Harold, hoe zit dat? Helpt hij ook nog mee bij jullie? Nou, ik kan die keer al niet meer. Het is wel minder nou Bianca er is. Het is wel minder geworden. Ja. Ja. Ze neemt even wel de boel over. Oké, dus Frank zegt dat hij het gevoel heeft dat jij heel de boel overneemt. Hoe ervaar jij dat? Ja, het is mijn kind dat daar zit. En dat hij helemaal vol stopt met snoepen, weet ik het, dat kan ik gewoon niet aanzien. Want de kinderen worden daar best wel dik. Dus ja, ik ben wel gewoon streng. Ik zeg gewoon laat hij naar bed moet en wat er allemaal gedaan moet worden. Ja, ik hoor nou iets nieuws. Vol gestopt met snoep. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, bij alles wel, als hij maar gaat janken, dan krijgt hij snoep. Zeg maar. Ja, dan wordt het allemaal lekker en dan wordt hij gewoon, is hij weer even rustig. Okay, ja, als hij begint met gillen, dan begint hij daarna ook weer. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan als hij dan driftig wordt, dan geeft hij hem snoep, zodat het dan minder wordt. Ja.
En hoe heb je het gevoel dat het helpt? Of zie je dan verschil? Ja, hij is na altijd wel even rustig, maar soms gaat hij wel weer gewoon verder, zeg maar. Ja, dus je hebt zelf ook wel in de gaten dat het niet echt effect heeft. Nee, maar ik weet niet of het anders moet doen. Nee, precies. Je vindt het moeilijk om echt een oplossing daarvoor te vinden. Ja. Voor zijn driftbuien. Ja, begrijp je dat hij dat ook moeilijk vindt? Ja, maar hij luistert ook niet naar mij als ik het anders zeg. Want ik ben te streng. Wat zeg jij dan? Nou ja, ik zeg gewoon dat het niet goed is wat hij doet. Ik leg het gewoon uit. Ja, en zeg je dan ook wat hij dan wel moet doen? Ja, soms wel. Soms niet. Ja, en wat vind jij dan een betere oplossing? Nou als hij driftig is? Als hij driftig is, moet je hem gewoon kalmeren. En moet je dat? Nou, juist niet veel aandacht geven. Gewoon in de hoek zetten en moet hij daar lekker blijven totdat hij weer normaal kan doen. Oké, en dat helpt wel naar jou? Ja, het duurt wel lang nog, maar op een gegeven moment is hij wel uitgeraasd en dan komt hij toch wel sorry zeggen. Oké, zie jij dat ook dat het helpt als hij in de hoek gezet wordt? Ja, dat doet al wel eens, maar ja, dan hoor ik hem huilen en zo en dan kan daar gewoon niet tegen. Hij heeft gewoon alles om dat kind stil te houden. Ja, ik denk dat jij het best wel lastig vindt om streng te zijn, omdat je het wel moeilijk vindt om hem te zien huilen. Ja. En dan probeer je dan zo snel mogelijk te stoppen op die manier. Ja. Maar begrijp je ook dat het snoep geven eigenlijk meer een beloning voor hem is? Op dat moment? En dat hij dan op een gegeven moment kan denken van als ik huil, dan krijg ik snoep. Dus dan gaat hij dat gebruiken om snoep te krijgen. Snap je dat ook? Ja, ik snap dat op zich wel. Ja. Oké, ik ben blij dat je dat begrijpt. En het is natuurlijk, ik snap dat het lastig is om een manier te vinden. Om hem te laten stoppen met huilen en te stoppen met boos zijn. Dus we kunnen samen kijken van hoe we dat nou op kunnen gaan lossen. Maar dan gaan we echt in het volgende gesprek gaan we daar wat meer naar kijken. De grote punten waar we op dit moment echt voor de veiligheid van Borda moeten kijken zijn dus die ruzies tussen jullie. Die zouden eigenlijk vooral moeten stoppen. Boy, of in ieder geval dat Boy er geen last meer van heeft. Ja, dus doe het als Boy er niet is, of als Boy op school is, of jij kunt je hart luchten bij Harold als je boos bent. Maar vind een andere manier, want Boy heeft daar heel veel last van die ruzies. En het kan ook zijn dat die driftbuien daardoor komen, door die ruzies van jullie. Dat hij dan van zacht wordt en hij ziet natuurlijk boze ouders, dus het kan ook zijn dat hij bang wordt van zijn ouders. Het kan hem ook angst geven. Ja, begrijpen jullie dat, wat dat met Boy kan doen, die ruzies? Ja, maar ja, je kan niet zo zeggen van, ik doe het alleen als dit niet is. Want je moet ook het uitkiezen, nu ga ik even een potje ruzie maken. Nee, maar zou het wel een idee zijn dat je probeert in te houden op het moment dat Boy er is? Ja, en dat je het dan voor later bewaart? Ja. Ja. Dat zou dan wel een optie zijn. En heb je zelf ook door dat die driftbui daarmee te maken heeft? Of denken jullie dat het niks met elkaar te maken heeft, met die ruzies tussen jullie? Ja, soms lijkt het wel een beetje alsof hij haar na hebt, ja. Nou ja. Ja, dat hij ook boos wordt als Bianca boos wordt, dat bedoel je. Ja. Ja. Maar jij bent op dat moment ook boos, toch? Ja, ik moet iets terugzeggen als hij met de pan flipt. Ja, dat begrijp ik. Want hoe reageer jij precies als... Ik weet vaak gewoon niet zo goed wat ik moet doen en dan wordt ze alleen maar bozer. Ja, je moet gewoon alles honderd keer uitleggen aan dat jongen. Ik word er doodmoe van. Je bent een vast fan of niet dan? Ik heb nog ineens een pot aardappel koken. Ja, maar je begrijpt zelf ook dat Frank een verstandelijke beperking heeft. Dus hij zal daar hulp bij nodig hebben. Maar ik bedoel, als je dan een beetje achterlijk bent, dan kan je nog wel toch, als ik het 5 keer heb uitgelegd, snappen onderhand. Ja, maar we hebben nu heel even over de ruzies tussen jullie. Ik vroeg aan jou hoe jij reageert. Op het moment dat de ruzie is, hoe jij op Bianca reageert. En je zegt dat je niet zo goed weet wat je moet doen. Maar hoe reageer je dan precies? Kun je dat uitleggen? Ja, gewoon een beetje paniekerig. En ik ga alvast met mijn handen over mijn hoofd heen zitten, voordat ze me begint te slaan. Oké, dus eigenlijk sta je al klaar van... Ja. Oké, dat is wat je weet, het is gewoon een soort van je bevriest eigenlijk, zeg maar. Je weet niet zo goed wat je dan moet doen. Oké, en hoe reageer jij als jullie ruzie hebben?
Ja, ik fok me eigenlijk gewoon helemaal op. Ik zit hem sowieso al 100 keer op te vreten voordat hij eens een keer iets snapt. En zeg ik van nou, sowieso moet je doen. En dan zeg ik, ja, je moet alleen maar kutmoeder. En wat denk je nou? Dat je de boel kan nemen. Nou ja, dan word ik gewoon kwaad. Ja, maar ik... Oké, dan word je kwaad. En wat doe je als je kwaad wordt? Dan ga ik schreeuwen. Een schoppen slaan, ja, weet ik. Ja, als ik kwaad ben, dan ben ik kwaad. En hoe denk je dat het voor boy is als je zo heftig reageert? Als hij dat ziet? Nou, het lijkt wel alsof dat boy gewoon vergeet als ze boos is. Maar praat je eigenlijk voor je eigen of zo? Ja, maar jij bent er wel, jij weet dat wel, dat boy dat ziet. Ja, nou ja, ik kan me dat wel voorstellen, ja, want ik zie af en toe gewoon net zijn moeder. Als hij zo boos is of weer zo'n drift bij heeft. Oké, maar jij ziet wel dat hij erbij is. En wat doe je daar dan aan als je ziet dat boy het allemaal kan zien en kan horen? Ja, wat ik zeg, op het moment dat het weer zo laat is, dan weet ik niet, dan raak ik gewoon een beetje in paniek en weet ik gewoon niet meer wat ik moet doen. Ja, ja, dan weet je goed wat je daar aan moet doen. Oké, en op het moment dat boy driftbuien krijgt, Bianca, wat doe je dan om hem rustig te krijgen? Ja, dan zet ik hem dus in de hoek. Dan zit je hem in de hoek, oké. Okay. Ja. Ja, dat had je inderdaad al verteld. En je had wel het idee dat het helpt. Ja. Oké. Maar ja, zoals ik merk, jullie zitten daar niet over op één lijn. Dus dat is wel belangrijk dat jullie dan een middel vinden waar jullie het allebei over eens zijn. Ja, maar ik vertik het om snoep te gaan geven als hij een driftbui heeft. Sorry, wat zeg je? Om snoep te geven als hij een driftbui heeft? Ja. Ja. Dat ga ik echt niet doen. Dus jullie denken allebei heel anders. Ja. Dus we zullen toch naar een oplossing moeten kijken waar jullie allebei tevreden mee zijn. Ja, misschien kunnen we gewoon co-ouderschap doen. Ja, wie weet. Maar dat is niet per se bij mij te doen. Nou, ik wil het helemaal niet uitgaan. Nee, daar zullen we inderdaad ook nog goed naar moeten kijken van hoe we dat gaan regelen. Want het is natuurlijk ook best wel verwarrend, hè? Dat het niet echt een vaste plek is voor jou, Bianca. En het is natuurlijk ook verwarrend voor Boy, dat hij dan niet weet. Ja. Of zijn moeder nou wel of niet bij hem in huis woont. Ja. Dus we moeten zo ook nog moeten gaan kijken. En iets wat ook zo'n ontwikkeling in de weg staat, is een taal. Dat is wel iets minder belangrijk voor ons, want het heeft minder met de veiligheid van hem te maken. Ja. Maar het is wel zijn ontwikkeling, daar moeten we ook naar kijken. Dit is eigenlijk, ja, waar jullie het allebei over eens zijn, is dat de ruzies hem, dat hij daar wel last van heeft. Hè? Ja. En jij vindt ook, jullie vinden het allebei lastig om daarmee om te gaan, hè? Om je gevoelens in te houden of hoe jullie nou op elkaar moeten reageren, daar zijn jullie het allebei over eens. En de verschillen is eigenlijk dat jullie allebei niet zo goed, dat jullie allebei op een andere manier Boy op zijn gedrag aan moeten spreken. En allebei andere regels hebben eigenlijk voor Boy. Dat zijn vooral de verschillen. Ik ben nu ook wel benieuwd wat nou de sterke punten zijn. Wat gaat er nou wel goed? Nou, Boy vindt mij wel gewoon heel lief. Mij ook. En waar merken jullie dat aan? Nou, ik moet altijd gewoon knuffelen op de bank en zo. Oh, dat is wel fijn. Ja, dus er is wel intiem contact tussen. Ja. We doen ook gewoon wel leuke dingen en zo, een spelletje spelen en zo. Oh, dat is hartstikke goed van jullie. Ja, dus jullie nemen ook echt tijd voor hem om aandacht te geven met spelletjes. Ja, we zijn geen slechte ouders van ons. Nee, dat voel je mij ook echt niet zeggen. Nee, ik begrijp ook echt dat jullie wel hartstikke je best doen. Gezondheid. Dankjewel. En Frank, wat voor jou wat er goed gaat bij jullie? Ja, nou ja, er is wel zeker liefde vanuit ons allebei naar hem en andersom. Ja, nou, dat is wel hartstikke goed. Ja, dat is ook heel erg belangrijk, hè, dat er liefde is. Dus als de liefde er is, dan betekent dat ook dat je heel veel over hebben voor jullie kind. Ja. En dat jullie er ook echt voor willen gaan. En jullie net zijn er ook nog mensen die jullie steunen. Want jij zegt dat je je broer heel erg mist. Zou hij jullie ook kunnen helpen misschien? Ja, ik denk het wel. Ja? Wel is dat voor ook altijd heel goed gegaan. Dus dat is wel een onderzoek. Nou, ik wil hem niet, maar dat kan wel als ik het huis heb bij. Ja, want jij hebt niet zoveel met zijn broer. Nee. Je bent een beetje boos over wat hij toen dat hij actie heeft ondernomen. Dus dan is het misschien wel een idee inderdaad dat alleen Frank hulp bij en steun bij hem zoekt. En dan jij niet wel wat steun. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Ik heb nu wel wat meer helderheid over de situatie en ik stel voor om een volgende afspraak te maken. In het volgende gesprek gaan we dan echt doelen stellen. Oh jezus. Oké, hier toch? Ja.